VVSB TV wordt mede mogelijk gemaakt door GoBoonie, een camper huren direct van de eigenaar. VVSB urgt, VVSB heeft erg lastig na de winterstop. Wonnen slechts één van de laatste vier wedstrijden. Voor ruim een mooie dag die speelt ze 100ste pot voor de Noordwijker Auto's. Sang, Lofo Sang. Zoek Moonji, prima bal. Moonji. Nog steeds Moonji in de 1 tegen 1 nu weer meegeven op Sang. Nee, op Van Kuivenhoven. En die gaat aanleggen Van Kuivenhoven. En dan heeft Strijker heel lastig met die bal. Komt er een corner aan van VVSB, maar staat Dries van Strijker toch wel erg matig te keepen. Doelman van Urk. Blijft bij 0-0. Opbouw van achteruit Valk. Wat een matige bal van Ruben Valk. Jan Ras. Vrije schietkans. En die valt heel goed voor Tol naast. Daar komt VVSB goed weg. En blijft het 0-0 op de Boekhorst. Van Otterloo. Is hem kwijt. Urk gaat uitverdedigen hier. Nu doet dat ook weer heel slordig. Valt die bal goed voor VVSB. Voor Moonji. Meegeven, uitstekend. En dan is dat prima gekiept. Dan is het nog alsnog een kans. Dan moet hij er hierin. En dan is het een wonder dat hij er niet in zit. Hoe is het mogelijk dat de Rijk hier weer naast schiet? Dan blijft het 0-0. Wat een mega kans voor VVSB. Vrije bal, Urk. Daar ligt de ruimte. En gevonden ook. Kans op een redelijk vrije voorzet. Daar komt die bal voor. Daar komt een kopbal van. Van Schrauw. En als het 0-1 voor Urk. Prima binnengekopt. Urk op voorsprong. VVSB in de problemen. 0-1. En dan een wissel aan de kant van VVSB. Schaap gaat eraf. Geeft hij toch aan. Nee. Wil behandeld worden. Gaat erbij zitten. Behandeling komt eraan voor Schaap. Die zou er afgaan voor Van der Linden, maar gaat er nu toch maar weer bij zitten, wil verzorging. Dat duurt weer allemaal toch vrij lang hier. Daar komt nog toch de verzorging komen, tot groot ongenoegen op de Boekhorst voor Schaap. Apart moment hier, dat hij zou gewisseld worden. Ja, Van der Linden staat gewoon nog steeds klaar hier. Gaat hij er nou af of niet? Val op een momentje hier op de Boekhorst. Als Schaap behandeld wordt, Van der Linden wil invallen. Gaat hij er nu toch vanaf. Daar komt die wissel aan, dat duurde eventjes. Maar dat ongenoegen van de trainer, want die wil het niet. En zo staat er een beetje discussie met de assistent grijs. Komt die wissel er nou wel of niet? Staat zich zwaar op te wijzen, krijgt hij geel. En dan is het twee keer geel, is rood. En dan moet hij weg zo meteen van VVSB. Een apart moment hier op de Boekhorst. Begin met een blessuremoment van Schaap en het einde met een weggestuurde trainer. Pijnlijk. Heel vreemd moment aan het eind van de eerste helft hier op de Boekhorst. Ja, hij zal tegen weg moeten. Daar gaat hij dan. Corner VSB, direct naar rust. Moonji slingert hem ervoor. Kopkansje. Eerst een beetje gevaar naar rust dus voor VVSB hier. Dat aan wil dringen voor die gelijkmaker. Blijft 0-1. Als Urk gooit. Richting Dunning. Die wilde het heel raar doen. En dan is het is de keeper lastig gemaakt. Dan kan hij ook niet echt opruimen van Otterloo. Enorme kans. Redding Strijker. En dan voorkomt hij zelf nog Dunning hier dat het 1-1 wordt. Maar wat een enorme fout van hem. Van Otterloo maakt de overtreding hier. Blijft 0-1. Heel raar moment hier.
slechte bal weer zeg. En dan mag VSB gooien. Doet dat snel ook naar Van Velzen. Met een prima kans en een prima schot, maar die zelf net over doel heen. Aardige kans weer. Voor VSB dat best wel aandringt naar rust. Vrije trap, Ur. Bal opgevangen, maar direct weer weggerost. Van Velzen verliest het, wint het kopduel, maar Mouzi wordt hier toch wel heel makkelijk afgetroefd. En dan Schraal, de maker van de 0-1. Met denkjes aan zijn rechterhand, maar gaat zelf en schiet hem erin ook. Het is 0-2. Uitstekende goal van Ur. Tweede goal van Schraal, het is 0-2 op Hoekhorst. Ja, als je zo verdedigt, dan maakt het jezelf ook wel erg lastig. Prima binnengeschoten, 0-2. Er gooit. Heel slordig opgevangen hier door Kuivenhoven. Naar Mounji. Naar binnen en schieten. En goed ook. Uitstekende goal VBSB. 1-2 en ze doen wat terug. En wat is er nog mogelijk hier? Geweldige goal zeg. Corner VBSB. Dat aandringt. Kopkans naast. Toch weer een momentje. Urk hier dan. Als die bal weer ingeslingerd gaat worden. Kan verdedigd worden, valt goed voor Urk hier. Schraal staat vrij, krijgt een duw in de rug op de rand van de 16. Vrije trap, een prima positie voor Urk. Minuut of 5 van tevoren. Twee keer geel weer gegeven. En Valk zet de muur goed. Dan mag Neentjes erachter gaan staan. Neentjes, raak. 1-3 beslist. Urk wint op de Boekhorst. Een prima vrije trap. Uitstekend binnengeschoten. En zo verliest VSB opnieuw. En maakt het een verder pijnlijke start dan 2024. 100 wedstrijden voor VSB. Maar je had liever een ander duel gezien. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Wat was het voor wedstrijd? Ja, ik denk dat wij buiten de tegengoals, maar die krijg je dan op een gegeven moment misschien te makkelijk tegen, maar dat wij echt ver de bovenliggende partij zijn. En zeker de eerste helft. En dat je de eerste helft eigenlijk uit het niets een tegengoal krijgt, terwijl je er al misschien 3-4 moet maken. Dan denk je ook echt 90% balbezit de eerste helft hebt, denk ik. En ja, je krijgt hem tegen, dan tweede helft zet je weer alles op scherp en zorg je er eigenlijk voor dat het... Ja, dat we weer die tegengoal willen voorkomen en die goal willen maken. Maar ja, dan eind eerste helft krijgen we nog een akkeviertje met de trainer en de scheidsrechter. Nou, wat gebeurde daar? Ja, ik weet niet wat er precies gebeurde. Hij zei wat. En toen kreeg hij geel en toen zei hij iets van, maar ik mag dat toch zeggen. En toen kreeg hij nog een keer geel. Toen gaf hij rood. Nou, ik ken deze scheidsrechter ook van een andere eerdere wedstrijden. En ja, hij wil heel graag zijn eigen stempel drukken. Kijk, je verliest de wedstrijd niet door de scheidsrechter, maar hij stemt wel... Echt de stempel op de wedstrijd. Jullie komen op 2-1. En normaal is het dan zo, dan ontstaat er reuring op de tribune in het veld. En dan denk je, ja, kan nog. Weet je, dat laatste kwartiertje hebben we heel vaak gezien. Dat lijkt net of het nu niet in zit. Nou, ik denk dat we juist wel bleven voetballen om te kijken of we het uit elkaar konden spelen. En dan naar die goal konden gaan. Alleen zij zakte zo ver in dat dat lastig is. En dan moet hij goed vallen. Maar ik denk dat je na die 1-0 ook nog, of 2-1, sorry... Dat je ook nog 3-4 momenten hebt dat je echt een goal moet maken. Ja, kijk, als je die maakt, dan wil ik het nog wel zien. Dus het ligt gewoon aan het scorend vermogen? Voor de rest niks aan de hand? Ik denk dat het vandaag vooral aan het scorend vermogen lag, ja. Ga je nou die 100ste nog een beetje vieren? Of? Nee. Dat gaat het niet worden, nee.